een lange schooldag zijn Maud en Lisa eindelijk vrij. Yes, eindelijk vrij. Deze dag duurde zo lang en we hadden ook nog eens dat stomme geschiedenisproefwerk. Inderdaad, maar zullen we gaan repeteren in de studio? Goed idee. Maud en Lisa lopen richting het Kunst en Media lokaal om in de studio te oefenen. Maud speelt piano en Lisa speelt gitaar. Ze gaan samen oefenen voor een optreden. We moeten wel een goed nummer uitkiezen, hè? Ik weet misschien wel een liedje. Maud en Lisa lopen snel door naar het Kunst en Mediaplein. Maud, wacht even. Ik moet nog naar mijn kluisje. Oh, oké. Okay. Ga maar alvast naar de studio. Ik kom eraan. Ja, is goed. Tot zo. Tot zo. Terwijl Lisa naar haar kluisje gaat, loopt Maud naar de studio en gaat vast klaarzitten. Oh, wat duurt dit lang zeg! Ineens zit er voor Maud een teddybeer op de piano. Er klinkt een raar geluid. Nee, nee! Lisa, niet doodgaan! Wat zit er aan de pols van Lisa? Het is een horloge. Waar komt dat geluid vandaan? Wat gebeurt er? Huh? Maar? Jij lag hier net nog met een hele grote wond op je hoofd. Op de grond. Nee. Ik was gewoon bij mijn kluisje. Hmm.